Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ja, het is goedemiddag. Ja, het is 12:22. Het is 28 augustus en ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb hoofdpijn, ik ben misselijk, ik ben beroerd. Ik heb amper kunnen slapen. Ik heb misschien hooguit iets geslapen. Dus ik ben bek af, moe. En ja, ook vandaag had mijn jongste dochter, tenminste, ze is gewoon jarig. Ja, ze leeft gelukkig nog wel. Maar ja, er naartoe kunnen mag niet. Nee, haar mentor die heeft de touwtjes in handen. In plaats van ik, ja. Dus ik mag haar niet meer zien. Ik heb haar al, even zien, de 31ste deze maand. Ik heb haar 2 jaar niet meer gezien. Ja, mijn instantie, die ik weet niet wat het is, maar die helpen niet. Nee, die hadden mij moeten helpen. Daar heb ik ze voor. Maar er gebeurt 2 keer niks. Dus ik ga vandaag of morgen het eigen heft weer in handen nemen. En ik wacht daarmee alle vakanties af. Want ja, iedereen die heeft late vakantie, die heeft vroege vakantie. En dat heet ook met advocaten. Dus als dat allemaal weer rustig in rustiger vaarwater is, dan ga ik naar een advocaat toe. Ja. En de hele hebben en houden mee wat ik verzameld heb aan materiaal qua bewijzen, want ik moet bewijzen hebben, nou ja, komt dat wel goed, ja, hopelijk, mag ik hopen. Ik wil gewoon een andere mentor, en dat ze deze kant op komt. Het meisje heeft een verstandelijke gehandicap, ze kan niet thuis wonen, maar ze kan wel dichterbij wonen, ja. Mogelijkheden ten over. Maar oké, ik ga een bakje koffie doen en ik ga een broodje doen. Vanochtend scheen eerst de zon. Ik had vanochtend wel eerst de zonnescherm naar beneden, maar die heb ik net weer omhoog. Want het is een en al grijs geworden. Ja, overal grijs. De buialarm die zei al dat we regen hadden moeten hebben, maar nog niks van betekenis, maar het is wel grijs. En het waait wat meer, dus het komt even wat meer koelte. Dus ik heb alles wel weer open, ik kan het even doorwaaien. Dus ik hoop dat dat wat helpen wil. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ga ik ook proberen op wat voor manier dan ook. Ja, misschien duik ik straks ook wel weer erin terug, ik weet het niet. Ik ben gans beroerd. Frodo die wou alweer terug. Ik zei, nee, ik ging eerst eten en koffie. Die wilde weer terug gaan, ik zei, niks niet. Die was buiten geweest en ik was er net op tijd bij. Even mijn stok voor zijn kap gehouden, ik denk, klaar hoor. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later deze dag. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer 14 minuten over 7, bijna kwart over dus. Ik ben vandaag niet veel aan het vloggen geweest. Nee, ik ben nog steeds niet helemaal wat ik wezen moet. Niet in mijn velletje goed lekker zitten. Ik zit bij mijn jongste dochter met mijn gedachten. Ik hoop dat ze een hele mooie verjaardag mag hebben. Haar naam is Katja, ze woont in Ede. Het maakt me allemaal niks niet uit, nee hè. Nee. Ik hoop dat ze een mooie verjaardag mag hebben en dat ze gelukkig is. Het doet mij wel veel pijn en verdriet, maar ja. Doe je eraan? Hè? We gaan er straks gewoon weer voor vechten. Ja, simpel zat. Ze behoort bij mij, laat maar zeggen. Niet real, ja. Wel real, maar in een speciale tehuis voor zo'n soort mensen waar ze onder de eigen leeftijdsgenootjes kan komen, waar zij met dezelfde soort mensen in aanraking komt dan dat ze zelf is. En niet bij mensen die haar gebruiken als een hulpje in de huishouding, laat ik het zo maar even netjes benoemen. Want dat ziet er volgens mij er wel naar uit. Maar oké, doet er allemaal verder niet toe. Ik ben bezig een plaatje te maken voor Facebook althans. Voor mijn groep, de 50-plussers, de club van de 50-plussers. Daar heb ik een foto van Astrid in en van mezelf. En
daar ben ik mee bezig. En ik ben op televisie aan het kijken ondertussen. Ik heb koffie gezet, ik heb al gegeten en al. De diertjes hebben al eten gehad. Dus ja, we gaan gewoon weer verder met die banaan. En het is ook nog steeds triest. Ik zie wel dat de zon ondergaat, want de lucht die begint daar te kleuren met een beetje oranjeachtig te zijn. Ik heb nog steeds alles open. Ja. Het is langer niet koud. Ik weet ook niet hoeveel graden het bij de poort is. We gaan even kijken, ja. Simpel. Ja, we gaan even gewoon kijken. 25 graden bij de poort. En in huis ook 25 graden. Dus ja, de temperatuur maakt niet uit. Ik weet niet wat het bij het vliegveld is. 21 graden. Dus ja. Zo zit het maar. Het is wel best afgekoeld, maar nog te warm eigenlijk. De boel weer dichter moeten hebben, ja. Dus het heeft een klein beetje geregend hier. Zo weinig, dat ik kon de deur gewoon open laten, ja. Maar oké, maakt verder niet uit. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle avond. Dat zijn met je dieren of je partner of je kinderen als je die nog thuis mocht hebben of wat dan ook, of weet ik van wat, je hele gezin, wie dan ook, ja, wees gezellig, wees lief voor elkaar en ik zou zeggen, geniet daarvan en voor later, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer op. En Frode gaat weer de keer, want er loopt weer eentje langs met een hond. Die niet weet van wijken iedere keer langs mijn poort te lopen. Ja, in plaats dat hij even een andere weg kiest, is er niet bij. Nee, en daar baal ik enorm van. Want dat dan gaat ik wel dat ik hem eens een keertje hier op traf. En dan kom ik het zeggen, van kan je niet eens een andere weg kiezen, iedere keer langs mijn poort te lopen. Maar nee. Maar dan zal ik hem nog vloggen ook, weet je? Ja, doe ik nog niet. Ik zit in mijn huis. Mag ik volgen? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer. Jeetje, donderdag 29 augustus. Was even de dag kwijt, niet de datum hoor, de dag. Ja, het is vandaag donderdag. En ik raak echt door de war qua dagen. Jongen, nog een toe. Maar het is vandaag. TH is donderdag. Ja, ik ben ook nog net wakker. Ik ben net beneden. Ik heb me wel gewassen en alles. Dan denk je nog niet na, nou moet je nadenken. Hé, Ewin, ja, en ik moet ze eten geven, ik heb de schaaltjes van hun afgewassen. Maar in ieder geval weer een hartelijk welkom bij een goed nieuwe vlog. En ik ben nog steeds niet helemaal in orde, nee. Dat weten jullie. Ik zit even in een rotperiode weer. Aankomende maand ook, ja. Dan is het onze trouwmaand. Dan had ik 11 jaar getrouwd kunnen zijn. 1 september, 25 september wel te verstaan. En ja, dat is voor mij allemaal een zware periode. Maar ja, oké, we gaan gewoon door. Rebecca, die komt straks weer. Dat is dus donderdag, morgen is vrijdag. Als Astrid weer beter is, komt die morgen. Ik weet het niet. Ik zal het wel vandaag vragen, want ik wil toch wel weten waar ik aan toe ben. Ja, toch? En dan moet ik spessieboontjes schoonmaken. Ik heb spessieboontjes in de koelkast leggen. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. Hé? Nee, ja. Ewen zit naast me op de stoel. Hé? Ja, nou, meisje. Ja! Wat een dikkie, hè? Oh, goed gedaan. Hé? Wat is het dan allemaal? Oh ja? Oh. Maar oké, lieve vrienden, dat doet me weer goed, die beestjes, ja. Maar oké, het is gewoon een beetje door de war ben ik erdoor allemaal. Vliegen er weer dingetjes voor mijn neus langs. Of die kleine vliegjes, ja. Iedereen heeft last van hier ook.
En ik heb een zonnescherm naar beneden, maar of dat eigenlijk nodig is, ik weet het niet, want dan komt er een luchttransschrijver van die kant af. Daar is het mooi en daar wordt het lelijk. Maar oké, doet er ook allemaal niet toe. Nee, we gaan gewoon door met die bananen en als het zonnescherm dat gaat worden, ja, dan heb ik pech. Ja, maar jou toch, ja. Jij? Ja. Ze hebben een heel verhaal tegen mij. Maar in ieder geval, lieve vrienden, neem een bak koffie of een bakje thee als je geen koffie lust. Of iets anders te drinken, maar geniet even een uurtje. Neem een paar even een uurtje pauze en dan na die tijd even verder. Ja, ik zou zeggen, geniet van je dag en tot later. Ja, lieve vrienden, Rebecca is lang en breed alweer naar huis. Hè. Ik ben ook aan het werk geweest. Het aanrecht is schoon. Kookplaten schoon, pannenhek nodig. Die er staan, tenminste. Moet er ook nog wel even wat opruimen. Ik heb maar één nodig. Vanwege de spersiebonen. Vaatwasser draait al. Maar ik ben met iets zwaars bezig geweest. Ja. Je raadt nooit iets wat. Rebecca had per ongeluk de vloer nog verder kapot gehaald met de stofzuiger. Nog een hoekje eraf. Dus nou heb ik een doos gepakt die ik in de kast had staan met die vloer erin. En ik heb een nieuw gedeelte erin geplakt. Maar nou staat er een stallage erbovenop vanwege de kracht. Vanwege gewicht. Dat het aandrukt. Want ik heb ook zo'n verkondelijn eronder gedaan. Dat er zit wat lijm aan mijn vingers. Nou ja, lekker belangrijk. Slijt er wel weer af en anders maar niet. Maar ik hoop dat mij dat gelukt is. Ja, want dat kost nou geen bloed, maar wel een hoop zweet en tranen. Ja, want ik heb het niet met een Stanley-mes gedaan. Want ik heb het met een andere mes gedaan, die zit alweer in de vaatwasser. Ook dat al, ja. Dus ja, ik ben blij. Tenminste, ik hoop dat mij dat is gelukt. En zo ja, dan ben ik alleen maar blij. Van kijk, zie je wel, kan het beter dan hij verzeren wil. Die doet hem een klein smal stukje ertussen, weet je. Nou, dat is vragen om moeilijkheden. Oké, ik heb er wel een tijd mee gedaan, maar het is wel vragen om moeilijkheden, want het liet gelijk eigenlijk alweer los. En dan hoop dat het voor mij wat langer blijft zitten. En dan moet ik mijn broer maar eventjes vragen van, lieve schat, wat moet ik beginnen, wat kan ik doen, wat kunnen we doen? Want dit gaat zo niet. Ja, en allemaal de schuld van dat mens van WMO, hè? Ja, dat die het zo nodig moest bevriezen. En ik zit er dan nog ellende. Mijn mannetje, die is daar. En die had wel oplossingen geweten, maar ik niet. Ik weet niet over andere oplossingen op. Maar het is wel een soort van die vrouw van de WMO. Die heeft het destijds bevroren. Want in haar brief, zei ze, stond een gelijkvloerse woning. Nee, het staat in jouw brief en lees hem dan na. En dat deed ze dus niet. Gelijkvloers of een aangepaste woning. Wat is dit? Aangepast. Juist ja, jullie kunnen meekijken. Ik heb een hooglaag keuken. Dat ding, dat kan je dus omhoog draaien met zo'n zwendel. Die heb ik hier in de la leggen. Moet ik even zien. Ik heb hem al. Hup. Oh. Dat gaat even fout hier. Zo wil dit niet. Wat is dat nou? Oh, deze. Zo, dan heb ik hier de zwendel. Dan moet ik hem eventjes met mijn andere hand. En dan stop ik hem. En dan gaat het ook nog zwaar, hè? En dan gaat hij. Oh! Horen jullie het? Oh jee. Hij is loodzwaar. Dus naar beneden gaat het makkelijker. Daarom laat ik hem altijd zo staan. En Frodo die blaf weer, die gaat weer tekeer. Maar ik laat hem dus altijd zo staan en dan hoeft hij voor geen mens omhoog of omlaag die keukenblok. Ik zal zo gewoon blijven staan. Soms moet ik met mijn stoel even wat omhoog, maar dat is dan ook alles. Ik zie niks, Frodo. Nee, ik zie niks.
Dus ja, dus dan nou. En ik heb een stoellift. Maar die had wel speciaal voor mijn man. Wij moesten verhuizen vanwege mijn man. Nou, ik was nog te goed, de woord. Maar ik ben blij dat ik die wel heb, want ik kookte altijd. Wat mijn man altijd deed, ah, dat was een overschotel. En zo dom ben ik weer. Ik kan geen overschotels maken, nee. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. En mijn man die deed het wel. Dus ja. Ik heb wel een recept voor overschotels. Daar niet van, maar ik moet altijd nog eens een keertje uitproberen. Maar dat komt ook wel goed. Mijn lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik had jullie nog wel laten zien, maar hij is er mee opgehouden. Kandel, die zat achter een vlinder aan en dat was even een leuk gezicht. Maar hij is er alweer mee opgehouden. Dus ja, niks aan te doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een glimlach, doe ik ook. En ik ga de camera leeghalen op de filmpjes van vandaag na. Dat komt dan nog wel weer. Maar er staat weer een hoop op, denk ik. Ik weet niet eens meer wat, wanneer, hoe en waar. Dus ja, komt goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb de bank weer op zijn plek staan en de boel weer, wat ook midden in de kamer had staan. Heb ik allemaal weer op zijn plek. Het is heel. Hoe lang het heel blijft, Joost mag het weten, maar het ziet er in ieder geval beter uit dan het zag met die twee kleine stukjes. Ja, ik laat het jullie eventjes zien, dus ik neem jullie even mee naar de plek des onheils. Lol. Uit de verte al, dit stukje, is er ingekomen hier. Nou, voor ik, ja, vanaf mijn stoel heb ik dat toch weer kreeg gedaan. Keurig netjes, ja, dat blijf je houden. Ik heb het ook met secondenlijm nog vastgezet in de hoeken en aan de zijkanten, etc. Maar beter dan wat ik hier eerst had. Ja, in twee stukjes. Ja, het was door het midden gebroken, dus het was één stuk eerst en dat brak door het midden in één hier al. Ja, en dan zit je met de puzzelen en te doen. Dan heb ik weer één fatsoenlijk stuk. Ik heb deze wat korter gemaakt, deze. Dus, maar het ziet er weer een picobello eruit. Ik heb het even gedweild met een doekje. En dan is dat ook weer schoon, want ja, het zag er niet uit natuurlijk. En ja, ik ben er weer blij mee in ieder geval. Het is heel, ja, nou die lelijke vlekken nog. Maar ja, ik denk dat ik een paar dozen moet halen van dat spul, van die vloer. En dat die hele strook er zo uit moet. Tot daar aan toe. En dat er nieuw in moet. Maar hoe ik dat allemaal hebben moet. Ik wacht mooi tot mijn broertje hier in Den Helder woont. Ja, gelijk mijn broertje wel. Ja hoor. Komt goed. En dan spaar ik daar even voor, want zo duur zijn die dozen niet. Het is maar een tientje. Nou, ik denk dat ik het... nou ja, ik kan het beter te veel nemen dan te weinig. Want hij had altijd weer vervanging van. Dus ik haal gewoon sowieso drie dozen. Dan weet ik zeker dat ik genoeg heb. Mocht er ergens een baan kapot gaan, dan kun je dat weer vervangen. Ja toch? Ja. Ik ga zo goede tijden, slechte tijden kijken. GTST. En dan ga ik weer verder met een plaatje waar ik mee bezig ben. En dan zullen we weer naar Facebook moeten. Ja, de boel is verder netjes. Oh ja, Astrid komt morgen niet. Nee, die is nog steeds ziek en onderweg. Ze heeft van de huisarts heeft ze medicijnen gekregen, dus... Ja, dan kan ik de pannen ook nog weer op gaan ruimen en allemaal. Nou, daar wacht ik nog even mee, maar ik moet ze nou nog opruimen. Maar ik heb eerst andere prioriteiten, eerst mezelf. Ja, dan die pannen. Ze staan me niet op de rug, die is schoon, dus klaar. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En, ja, geniet, doe ik ook. GTS, hij begint al, maar in ieder geval voor later op de avond. Welterusten. Lekker slapen met mooie dromen, gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen,
Tot dan. Doei doei.